Wat heb jij neergezet? Echt. Het begon met emotie. Echt kippenvel. Daarna heb ik geschreven. Acteren erbij. Drama. En op de tijd gewoon dynamiek. Ja, echt. Top, top, top. Alles gewoon in één keer. Waanzinnig, ja. Super. Ik sluit me helemaal bij Tim aan. Het was echt fantastisch. Was het gewoon, je nam me mee in jouw verhaal. En het is gewoon theater. Je moet echt verder gaan. Ga door, echt super. Ja, dankjewel. Yo! Ja, en daarbij heb je ook nog drie keer omgekleed. Hè? Drie outfits in één echt top. Wendy! Ik sluit me volledig aan. Het was echt een show. Ik heb drie verschillende outfits gezien. Dans. Ja, echt. Super. Wil jij nog wat zeggen, lieve schat? Jij moet er even bij komen. Gaan we zeker doen. Laat je nog mooi even horen. Voor onze enige gast. Ja, mooi. Je weet waar ik heel erg goed op let, is lip-sync. En dat was ook goed. Alleen het probleempje is dat je de expressie in waar je voor staat. Hè, want die film is, die heb ik gezien en zij zingt daar en ze wil wat zeggen. En jij zingt. Begrijp je wat ik bedoel? Dus je moet wel zingen waar je voor staat. En dat miste ik een beetje. Oké, duidelijk. Het is natuurlijk heel moeilijk van wat we net gezien hebben. Maar ik wil je wel complimenteren om je uitstraling, dat ik dan een beetje op let. En gewoon die totaalplaats is gewoon. Dankjewel. Joop, wil jij nog wat toevoegen aan dit? Ja, want weet je wat het is? De acts hiervoor, die hadden natuurlijk dansers. Ja. En als je iets alleen moet doen, een solo act, dat is natuurlijk wel een tikkie moeilijker, je hebt geen steun van anderen, van je collega's. Dus daarbij dus wel complimenten. Tom, Wendy?
ik waar sluit ik me aan. Wat ik ook heel goed vind waren regenwaren, heel elegant en sieraden. Dus dat is echt ja, goed. Dank jullie wel, juryleden. Zeker. Jij ook bedankt, lieve schat. Dan gaan we door naar de volgende.